Oké, in deze video leg ik u kort uit hoe dat je kunt met de grafische rekenmachine de statistische parameters, het gemiddelde, mediaan enzovoort, hoe dat je dat kunt berekenen. We gaan dat doen aan de hand van drie voorbeeldjes. Dus het eerste voorbeeld is, je hebt de scores voor een test van wiskunde van een aantal leerlingen uit een klas. Dus iemand heeft 9, iemand heeft 18, iemand heeft 12, iemand heeft 11 enzovoort. Goed, eerste stap, dat ik sowieso eerst ga doen, is ik ga mijn rekenmachine, en mocht gerust meedoen, ik ga zorgen dat al de brol van de vorige lessen, dat eruit verwijderd is, dat er geen lijsten ontbreken enzovoort. Dus ik ga naar Second Memory, dat is op de plusknop, dan ga ik naar Reset, Enter, dan All RAM, Enter, en dan Reset. Voilà. En dat gaat ervoor zorgen dat uw lijstjes helemaal proper zijn, dat ze helemaal leeg zijn. Als je ooit problemen hebt dat er lijsten verdwenen zijn bijvoorbeeld uit je rekenmachine, is dit een goede manier om alles weer te zetten gelijk dat die uit de fabriek zou komen, bij wijze van spreken. Goed, ik doe op second quit, dan sta ik hier opnieuw op mijn bureauscherm. Goed, ik ga mijn getalletjes of mijn cijfers ingeven. Ik doe op statistiek, de knop stat, en dan op edit. En ik ga mijn data ingeven. Dus mijn 9, iemand heeft 9, iemand heeft 18, iemand heeft 12, iemand heeft 11, iemand heeft 15, iemand 14. Dus al uw cijfers invoeren, iedere keer met een enter ertussen. Iemand heeft 19 en iemand heeft 8. Voilà, ze zitten erin. Ik stel voor de controle even met mijn cursor op het laatste cijfer. En dan staat er dus naakjes 10. Dat wil zeggen dat is het tiende cijfer of het tiende getal dat je hebt ingevoerd. En dat klopt, want er zijn 10 kinderen in de klas als ik kijk naar mijn blad papier. Tweede stap, ik wil daarvan mijn gemiddelde enzovoort berekenen. Dus ik nu opnieuw op het knopje stad. En ik ga naar calc, van calculate, en ik kies 1 var stats. Wij werken altijd met 1 var stats, dat wil zeggen one variable statistics, statistiek met 1 variabele. Namelijk, de variabele is hier de punten wiskunde. 1 var stat. En dan moeten jullie krijgen nu normaal een schermpje gelijk dit. Zo, dus met list, dus je mag bij list L1, omdat je cijfers staan in list 1. Frequency list, ja, bij ons, wij hebben geen frequenties, maar aan de woorden frequency list, daar mocht je gewoon niks, daar moet je niks invullen. Eventueel kunt je daar 1 invullen, dan vermenigvuldigt hij met 1, maar dat heeft eigenlijk geen speciaal of heeft geen nut. Dus frequency list laat je leeg, en dan klikt je op calculate. Ja? In mijn geval ziet dat er zo uit, dat is een ouder type, dus ik moet gewoon intypen L1. Voilà, en als je nu op enter duwt, dan krijg je dit lijstje waar dat er staat, het gemiddelde is 13,4. Wat vragen ze nog? De mediaan, daarvoor scrolt je naar beneden. Daar staat, de mediaan is 13. Dus moest ik al die cijfers rangschikken van klein naar groot, en ik kies het middelste getal, dan zou dat een score zijn van 13. De interkwartielafstand is Q3 min Q1, met andere woorden dat is 16 min 11, met andere woorden dat is 5. De variatiebreedte is maximum min minimum, dus maximum is 19, minimum is 8, dus dat wil zeggen 19 min 8 is 11. De boxplot, als ik de boxplot wil tekenen, dan ga ik naar second en dan statplot, dat is bij I is gelijk aan. Ik kies een van de plotters, bijvoorbeeld 1, ik klik op enter. Ik ga beginnen met die plotter aan te leggen. Dus ik sta op on en ik doe op enter. Voilà, de printer of de machine die die boxplot gaat tekenen, ligt nu aan. Ik kies het type, dus je ziet, je kunt een lijndiagram tekenen, je kunt een histogram of een staafdiagram. Als ik wil een boxplot tekenen, dan kies ik bijvoorbeeld in deze. Hup, dat is een boxplot. De voorne is een boxplot met uitschieters, maar de standaard is goed. De lijst, ja, L1 is goed, want het staat in L1. En frequency mag op 1 staan, want ik heb eigenlijk geen frequentie, dus de defaultwaarde is 1. Voilà, dan duw ik op zoom, dat is het middelste knopje. En dan naar zoom stat. Ga even naar beneden, totdat je zoom stat. Voilà, dat is zoom voor al de statistische figuren. En dan duw je op enter en daar is onze boxplot. Als ik nu op trace duw, voilà, dan kan ik mooi zien, kijk, mijn mediaan is 13. Want in een boxplot, dat streepje, het middelste streepje, is je mediaan. Vergis u niet het gemiddelde. Dat is Q1, dat is het minimum. En dat kunt je dan overtekenen, moest dat gevraagd worden. Ja, voilà. Dus dit is de methode om dus uw variabelen te berekenen, allee, uw parameters eigenlijk, dat je hier allemaal ziet, op basis van dus op basis van gegevens van type 1. Dat zijn gewoon losse cijfers, zonder frequenties, zonder klassen enzovoort. Voilà. Goed, dat is het eerste.
De tweede oefening is een onderzoek naar de hoeveelheid verloren kleurpatronen uit een doosje van een aantal kleurpatronen. Hoeveel? Van 10 kleurpatronen, voilà, van een aantal kinderen. Dus bijvoorbeeld, we zien, er zijn 18 kinderen die 1 kleurpatloon verloren zijn, er zijn 16 kinderen die 2 kleurpatronen enzovoort. De vraag is, hoeveel potloden zijn er gemiddeld verloren, wat is de mediaan enzovoort. Goed, ik ga opnieuw, dus ik ga even second quit, dus, of hier op clear, dat mijn blad proper is. Ik druk opnieuw op statistiek. Opnieuw op edit en dan ga ik opnieuw mijn gegevens invoeren. Nu, mijn gegevens, je ziet, ja, er staat hier nog rommel in van de vorige oefening natuurlijk, dus ik sta op L1 met mijn cursor en ik duw op clear. Voilà, clear en dan enter en dan maak je dat helemaal leeg. Als je nu per ongeluk zou doen, in plaats van clear delete, oei, dan is mijn lijst helemaal weg. L1 is helemaal weg. Wat kunnen we dan doen? Hetgeen dat we juist gezegd hebben, second memory, en dan gaat je naar reset. Dan all RAM en dan reset. Voilà. En dan gaat hij, als je nu naar statistiek gaat, edit, staat alles er proper terug in. En bovendien leeg. Goed, in de eerste kolom, dus bij L1, ga ik mijn keuzemogelijkheden. Dus ik heb, dus dat is eigenlijk de bovenste lijn. Dus dat is die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. In de tweede kolom ga ik mijn frequenties. Dus bij die 1, er zijn er 18 met 1 potlood weg. Dan 16... 13, 9, 7 en 2. Voilà. Zorg er altijd voor dat uw lijsten even lang zijn. Als dat niet zo is, dan gaat hij een foutmelding geven. Wat ook logisch is, want voor elke keuzemogelijkheid moet je overeenkomstig een frequentie opgeven. Ja. Goed, opnieuw tweede stap ik wil berekenen. Dus ik ga opnieuw naar statistiek. Ik ga naar calculate. Opnieuw 1 varstel. Dus ondanks het feit dat we nu 2 zaken hebben, namelijk onze keuzemogelijkheden en onze frequenties, valt dat nog altijd onder 1 variabele statistiek. Waarom? De variabele is het aantal kleurpotloden. Het is niet dat uw frequentie een variabele is. Dus een variabele, we hebben er maar 1. Dus weer 1 varstel. Jullie onder elkaar vraagt hij nu opnieuw, gelijk dat er hier staat. Jullie vullen in, dus de lijst is L1. De frequentielijst kunt je nu wel invullen, want de frequenties staan in lijst 2. Dus daar juist konden we dat niet invullen, want we hadden geen frequenties, type 1. Nu zijn we weer type 2, dus mocht je L2 invullen. Ja? Ik ga dat hier naast elkaar moeten invullen, dus ik doe dan L1. L1, dus dat is second 1. En dan comma L2. Dus maar bij jullie is dat waarschijnlijk onder elkaar. Op enter, voilà, en dan krijg ik dus opnieuw mijn resultaat. Gemiddeld zijn er dus, als ik kijk naar mijn, even mijn oefening opnieuw, voilà. Gemiddeld zijn er dus 2,65 potloden, dus met andere woorden, gemiddeld zijn er 3 potloden vermist. Wat dat ook wel logisch is, omdat je ziet dat het gemiddelde, hier zit je zo met een piek, het gaat, hier zitten de grote getallen, dus het gemiddelde zal wel daar zitten, in de buurt daarvan, dus dat is logisch dat dat hier zit. De mediaan, ja, de mediaan is 2 kleurpotloden zijn er weg. Dan opnieuw uw interkwartielafstand, dat is 4 min 1 is 3. En uw variatiebreedte is dan 6 min 1 is 5. Voilà. Opnieuw, als je een boxplot wil maken, gaat naar second stat plot. Plot 1 bijvoorbeeld. Je legt hem aan, je kiest het icoontje van de boxplot, bijvoorbeeld hier. Kijk, nu opnieuw, dus de lijst staat, dus de echte keuzemogelijkheden staan in L1. Waar staan uw frequenties? In L2. L2 typt je in door op second en dan op de knop 2. Daar staat L2. Opnieuw gaan we naar zoom. We kiezen nummertje 9. Je kunt 9 intypen of gaan naar beneden. Op enter en dan vind ik opnieuw mijn boxplot. Voilà, dat is hoe dat we type 2 gaan doen. Voilà, en dan doen we nog type 3. We hebben hier een waarde van een ontvangen erfenis, een onderzoek onder 80 personen. Dus je ziet, je hebt een aantal personen en ze hebben telkens gemeten van oké, wat is de waarde van de erfenis? Er zijn blijkbaar 15 erfenissen of 15 personen die een erfenis tussen de 1000 en de 2000 euro. Er zijn 18 personen met een erfenis tussen de 2000 en 3000 enzovoort. Hiervan uw gemiddelde berekenen en uw mediaan. En we dus opnieuw zitten sowieso met de keuzemogelijkheden. Dat zijn hier de bedragen van de erfenis. En opnieuw zit je met frequenties. Ja, maar aangezien we met klassen zitten, spreken we over type 3. Goed, we klikken opnieuw op statistiek, opnieuw naar edit. We maken onze lijsten leeg, dus ik sta op L1 en ik duw op clear, enter. Voilà. En ik doe hetzelfde met L2, clear en enter.
Voilà, mijn lijstjes zijn mooi leeg. Wat geef ik in bij L1? Ja, ik zit natuurlijk met die vervelende klassen. Ja, wat is het logische dat je dan intypt? Dat is gewoon je klassenmin. Dus mijn eerste klassenmin is die 1500. Hey, want tussen 1000 en 2000 ligt 1500. Dan 2500. Dan 3500. 4500. En 5500. Voilà, dat zijn mijn klassenmiddens. Hey, omdat ja, je kunt geen klassen invoeren zomaar. Hey. Dus klassenmin is het meest logische dan. Dan de frequenties. Er zijn er 15. Dan zijn er 18, 22, 16 en 9. Voilà. Goed, ik controleer. Ah, ze zijn even lang, dus dat is perfect. Ik duw op statistiek. Opnieuw naar calculate 1 var stats. En opnieuw L1 en L2 invoeren, omdat ik wel degelijk met twee lijsten zit. Dus L1 en dan L2. En dan vind ik opnieuw dat de gemiddelde waarde van een erfenis is 3325, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus dit is hoe dat we type 3 gaan doen. Opnieuw de boxplot, helemaal hetzelfde. Second plot, of stadsplot. Kijk, hij ligt nog aan van de vorige keer zelfs. Kijk, alles staat eigenlijk perfect, want type 3 en type 2 is eigenlijk quasi hetzelfde. Voor de rekenmachine maakt dat geen verschil, want het is gewoon met twee lijsten. Opnieuw naar zoom. We kiezen nummertje 9. Voilà, en daar is mijn boxplot. Voilà. Dan het laatste dat belangrijk is, is om eventueel dat gemiddelde dat we telkens hebben berekend met onze rekenmachine, om dan nog een keer, dus als ik weg ga bijvoorbeeld hier, ik heb mijn gemiddelde berekend telkens met mijn rekenmachine bij de drie voorbeelden, om dan nog een keer te controleren op de gewone analytische manier, dus met de hand als het ware. Gewoon mondeling, als we het gemiddelde zo willen berekenen van type 1, van hier die scores van wiskunde, wat gaan we doen? We tellen alles op in de teller, dus 9 plus 18 plus 12 plus 11 plus puntje, puntje, puntje plus 8. En we delen dat door het aantal gegevens, dus gedeeld door 10. En dan gaan we uitkomen op de antwoord dat we daarnet ook uitgekomen waren. Bij voorbeeldje 2, hoe zullen we daar het gemiddelde berekenen? Ah, daar moeten we ook rekening houden met de frequenties. Dus opnieuw, het gemiddelde is gelijk aan en dan de breuksteep. In de teller noteren we 18 maal 1, want er zijn er 18 met 1 potlood die weg is. Plus 16 maal 2, plus 13 maal 3, plus puntje, 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 plus 2 maal 6, gedeeld door het totaal aantal kinderen, de totale frequentie eigenlijk, dus gedeeld door 18 plus 16 plus 13 plus 9 plus 7 plus 2. Let op dat we dus hetgeen die in de teller gebeurt en hetgeen die in de noemer gebeurt, dat we dat tussen haakjes gaan noteren. En dit is ook eigenlijk de formule dat uw rekenmachine inwendig toepast. Op het moment dat hij op calculate duwt, dan voert hij dat uit. Hoe zullen we dat doen bij nummertje 3? Opnieuw nummertje 3, dus het gemiddelde handmatig uitrekenen. Dan doen we dus telkens frequentie maal keuzemogelijkheid plus frequentie. Dus dat wordt dan 15 maal 1500 plus 18 maal 2500 plus 22 maal 3500 plus puntje, puntje, puntje plus 9 maal 5500 in de teller gedeeld door, in de noemer zetten we de totale frequentie, hoeveel dat er eigenlijk zijn, ja, hoeveel erfenissen zijn er, daarvoor tellen we al die frequenties op. 15 plus 18 plus 22 plus 16 plus 9 in de noemer. Opnieuw teller en noemer tussen haakjes. En dan gaan we uitkomen op het antwoord dat we ook met de rekenmachine hadden gevonden. Voilà.